Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag vandaag en ja, jullie hebben het al vorige week gehoord. Dit is de eerste vlog zonder mijn camera. Ik ben mijn camera kwijtgeraakt en ik kan niet meer filmen. Gisteren toen was na afloop van de wedstrijd Feyenoord PEC Zwolle. Zijn we weggegaan. Ik heb een heel klein stukje op de parkeerplaats opgenomen. En toen zijn we naar de tram gegaan. En bij de tram heb je een soort holletje omhoog. Met grasveld. Die moet je overlopen. Je hebt ook een trap verderop. Maar wij doen altijd door het grasveld heen. En toen is mijn tas gevallen. En dat is niet het punt waardoor ik denk ik mijn camera verloren ben. Want ik heb aan Ramon gevraagd. Of dat hij wou bijschijnen met zijn gsm. Er zit een zaklampfunctie op. En toen lag er nog één aansteker die heb ik meegenomen. Die lag nog in het gras. Dus ik had alles meegenomen. Nou, toen kwamen we op een gegeven moment kwamen we thuis. En toen, toen kwamen we tot de ontdekking dat mijn camera weg was. Ik had in totaal twee kaartjes. Dit is er één van en dit kaartje had ik dus niet meegenomen naar de Kuip. Dit kaartje dat lag nog hier en daar stond nog spullen op van het Openluchtmuseum vlog. En die moest ik nog leegmaken en die andere had ik al leeggemaakt en die had ik weer terug in mijn camera gestopt. Toen ik thuis kwam, toen was ik nog alleen met Ramon en toen heb ik dit kaartje leeggemaakt van het Openluchtmuseum, zodat ik nog vels had. En toen ben ik dat leeg gaan maken. En toen dacht ik bij mij, van, dan doe ik eerst het Openluchtmuseum, maak ik een map van. En een map van, maak ik één map van het Openluchtmuseum en maak ik één map van Feyenoord. Nou, toen ik dus aan de map Feyenoord wou gaan beginnen, kwam ik erachter dat mijn camera weg was. Alle bestanden ben ik kwijt, maar ik ben ook het ergste van het hele geval is dat ik mijn camera kwijt ben. Ik heb al aan Joost gevraagd of dat hij alle bestanden van hem van gisteravond naar mij toe wil sturen. Ik weet niet of als jullie deze vlog kijken of dat het al gelukt is. Maar er is toch een vlog dan van Feyenoord, maar dat zijn beelden beschikbaar gesteld door Joost van Gewoon Joost. Abonneer ook even op zijn kanaal trouwens. Schaamteloze zelfpromotie. Nou ja, schaamteloze jeugdpromotie. Maar abonneer ook even op zijn kanaal. Maar daar zijn dus de bestanden van, de film van. Ik ben alles kwijt jongens. Ik ben in zak en as. Ik kan nu momenteel alleen even zo filmen. Ik weet niet of dat het een goede kwaliteit is. Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat deze cam ook HD is en zo. En weet ik voor allemaal wat allemaal is. Maar ik kan in ieder geval nog even filmen. En jullie toch op de hoogte stellen van alles wat er allemaal gebeurd is die dag. Nou, ik heb vandaag dus een beetje een dag van bezinning gehad. Even gekeken van... Nog een beetje nagekeken dat ik alles met licht kon vinden. Maar ik heb nog tot nu toe nog niks kunnen vinden. Dus ik denk echt dat ik mijn camera kwijt ben. Ja, het is echt triest. Het was een mooi cameraatje. Ik vind het echt verschrikkelijk dat ik die camera kwijt ben. Het was echt mijn allesie. Ik deed er echt alles mee. Alles filmde ik. Alle vloggen die waren van deze camera. En die camera die is dus nu weg en de Openluchtmuseum vlog was dus de laatste vlog van gemaakt met deze camera. Ik moet op zoek naar een nieuwe camera. Ik moet eerst even sparen, want ik heb vorige week, zoals jullie weten, mijn auto weg moeten brengen en het heeft een hele hoop geld gekost. Dus ik kan waarschijnlijk niet meteen een nieuwe camera kopen. We moeten even kijken hoe dat gaat. Mijn moeder die gaat in ieder geval even kijken voor me of dat lukt toch. Ik heb al wel een nieuwe camera op het oog. Ja, ik moet toch verder. Ik moet toch een camera eigenlijk hebben. En eigenlijk het liefste voor een zondag. Want een zondag is het Feyenoord Ajax.
En die wedstrijd wil ik wel op camera beeld hebben. Dus het wordt even spannend. Het wordt even kijken hoe het wordt. Misschien heb ik nog wel een andere camera. Joost had misschien nog een andere camera. En dan moeten we even kijken hoe dat precies allemaal zit. Kijken of dat het lukt. Nou, even tot zover even alle informatie. Ja, ik heb de rest van de dag eigenlijk verder niks meer gedaan. Ik was doodop. Ik had twee dingen op één dag. En dat wil ik toch in de toekomst wil ik dat niet meer gaan doen. Gewoon één keer per dag, want het was gewoon zo vermoeiend. We zijn na het Openluchtmuseum ben ik naar huis gegaan. Vanaf het Openluchtmuseum met Joost. En toen zijn we thuisgekomen, snel de camera's in de oplader gedaan voor de batterij op te laden. En toen daarna naar Verhagen gegaan. Ramon die zou om 7 uur zijn, dat gingen we al niet meer redden. Dus Ramon die is, hebben een bericht gestuurd van joh, kom even naar de Verhagen. Trouwens een heel leuk meisje daar zo ontmoet. Die werkte daar zo. Had ik wel een klein beetje, ja, ik zat er een beetje te plagen en een beetje... Een beetje te charmeuren. Ja, ik vond het echt een heel leuk meisje. Vivian, als je dit kijkt. Je bent een leuke meid. En ik vind je hartstikke leuk in ieder geval. Vivian van Verhagen, Spijkenisse Waterland. Dus vandaar dus, daardoor, we waren dus bij Verhagen. En toen zijn we daarna weer in huis gegaan met Ramon erbij. Ramon was op de fiets. Ramon's fiets in de tuin gezet. Snel weer naar de Kuip gegaan. En na afloop natuurlijk dat hele drama met die camera. Dus zijn we nog teruggegaan naar het metrostation. Met drie zaklampen gezocht over de parkeerplaats heen. Om een uur of... toen was het al half één uur. Maar niks meer gevonden. Maar het was gewoon allemaal te vermoeiend allemaal. Ik heb echt moeie benen. Morgen moet ik weer werken. En dan, dus het is allemaal een beetje te veel eigenlijk. Op één dag eigenlijk. Dus vandaar. Nou, ik ga nog heel even verder hier. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is 12:30. En ik ga naar mijn bedje toe. Ik ben best wel moe. Ja, het zal even een korte vlog zijn, omdat jullie weten het, de camera dus footsie is. Nog steeds niet teruggevonden. Hoop morgen dan gaat mijn moeder verder in het huis opruimen. En gaat ze gelijk even kijken of ze mijn camera kan vinden. Dus ik hoop morgen op meer. En ik hoop eigenlijk dat ze hem terugvindt. Ik ben in ieder geval met de vlog van gisteren bezig. Dus dat is ook wel even leuk. Even alle stukjes even terugkijken van gisteren. Het was echt een ontzettende leuke dag. Dus morgen moet ik werken. Dus ik ga het lekker naar mijn bedje toe, jongens. Zo, en het is maandag, maandagavond 6 uur. En ik ga het even een hapje eten zo. Vandaag weer de eerste werkdag gewerkt. Ja, jullie denken van zondag en maandag bij elkaar. Ja, dat klopt. Dat komt omdat het weekend helemaal gereserveerd was voor de Openluchtmuseum in Arnhem. Dus jullie hebben 2 dagen dus de Openluchtmuseum kunnen zien. En vandaag dus de zondag en de maandag. En dan is de week weer rond. Nou ik wil eigenlijk nog even, dat ben ik er net nog vergeten te zeggen. Maar in ieder geval, laat even een berichtje achter in de comments. Ja, ik weet dat jullie bijna niks posten, maar... Laat een berichtje achter even van hoe jullie de twee vlogs van het Openluchtmuseum hebben gevonden. Wat jullie ervan vonden. Vonden jullie het leuk? Moeten we het vaker doen? Dus laat dat even achter in de comments. Nou, ik heb Joost dat kaartje wat ik gisteren liet zien. Dat heb ik aan Joost gegeven en die zet daar de fels van Feyenoord voor me op. Zodat ik toch even een verslag heb. Camera hebben we niet meer gevonden. We hebben nog lopen zoeken. Maar we hebben hem niet meer gevonden helaas. Dus het betekent echt dat de camera weg is. En ook alle bestanden van Feyenoord. Dus ik moet nog even kijken. Ik weet niet of dat het lukt. Maar in ieder geval... gaan mijn moeder kijken of hoe het zit met mijn financiën.
En dan ga ik misschien, als het wel lukt, ga ik van de week weer een nieuwe camera kopen. Het wordt dus dezelfde als die van Kevin. Het wordt een Sony HX90. En dan moet ik even kijken, want je hebt daar HX90V en je hebt nog een andere. En het ene, dat is met internet volgens mij. Ik voel dat zat. Nee, niet met internet, met nog iets of zo, maar dat heb je haast niet nodig. Dus ik ga gewoon voor de gewone. De Sony, even kijken, dan moet ik even kijken. Ja, ik ben het gelijk even aan het opzoeken. Het is, even kijken hoor, hij is rond de €400. Dat klopt niet, want hij stond bij Coolblue, stond hij voor 360. Dus dat klopt in ieder geval niet. Hier staat hij voor 3,99. Nou, daar klopt echt helemaal niks van. Want dat klopt echt helemaal niks van. Ja, ik zit gelijk even te kijken. Maar het klopt gewoon niet. Want hij was veel en veel goedkoper. Dan moet ik hem dus niet kopen. Even kijken wat ik nou. Als ik nou gewoon 90 typ. Kijk, zie je. Het is gewoon de HX DSC HX90. Heb ik ook een schermpje, dus dan kan ik kijken wat ik gelijk aan het filmen ben. Zie je wel, en, ik wil dan de DSC H90 kopen en je hebt dan de DSC HX90V. En de V dat staat voor, ik weet niet precies waar het voor staat, dat vertel ik jullie dadelijk nog wel. Maar dat heb je niet echt nodig, dus ik neem gewoon zonder V. En dan is die 3,69. Er zit een mooi cameraatje op. Ik zal even een foto laten zien. Dit is hem. Dat is hem dus. En die ga ik dus kopen. Mooi dingetje. Ziet er schitterend uit. En dat wordt mijn camera, jongens. En dan moet ik heel goed even op gaan letten. Met als ik hem meeneem, natuurlijk. Hè. Want ja, ik ben hem al een keer verloren. Dus dat is niet fijn als dat nog een keer gaat gebeuren. Maar goed, ik ga het zo even lekker een napje eten. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is 12 uur en ik ga naar mijn bedje toe. Ik ben het zat voor vandaag. Dit was in ieder geval de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog toch een beetje leuk vonden. Ik heb eigenlijk de rest van de avond alleen maar bezig geweest met het bewerken. En met het bewerken van de twee vlogs van het Openluchtmuseum. Daar ben ik bezig mee geweest en aan het editen, renderen. Het was een hoop werk, maar als het goed is staan ze nu allebei erop. De ene is nog bezig, maar die is ook al bijna klaar. En dan zijn de twee delen klaar en dan kan ik nu gewoon weer aan de normale vlogs gaan beginnen. Die zijn wat makkelijker te editen en daar gaat niet zoveel werk in zitten. Deze twee vlogs zaten echt heel veel... had ik echt heel veel tijd nodig om dat... allemaal te doen, natuurlijk grote bestanden en zo. Dus vandaar. Nou, ik hoop dat jullie toch een leuke vlog, vonden. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrax. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.